ze als thema. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. Und alles, was ich bin, bin ich nur durch euch allein. This country is at war. We'll never surrender. Das holländische Volk zu einem völlig sinnlosen Widerstand aufrief. This was their finest hour. When the lights go on again, all over the world. Afgelopen januari, precies te zijn 19 januari, bestonden we 10 jaar officieel. En daar, ter gelegenheid daarvan wilden we iets anders doen. En dat was ook hard nodig, want de bezoekersaantallen die lopen schrikbarend terug. En ja, we moesten dus wat anders doen. We hebben natuurlijk een tijd over nagedacht en wat zitten prutsen, wat binnen onze mogelijkheden lag. En we wilden iets doen wat je in eigenlijk geen enkel ander museum vindt. En we zijn op het idee gekomen van de geheime berichten, zoals we de tentoonstelling genoemd hebben. Dus al het, hoe het stiekem radioverkeer in de Tweede Wereldoorlog ging. Nou, daar volgt eigenlijk gelijk uit dat het na de Tweede Wereldoorlog gewoon doorging in de Koude Oorlog. En dat het tot op de dag van vandaag doorgaat. Nou, dit is een Engelse spionageset. Staat bekend als de B2. Heeft een ander type nummer, want volgens de boeken is het een 3MK2. Maar oké, okay. Staat bekend als de B2. De ontwerper hiervan is toevallig ook een centamateur. Een John Brown. Maar een hele populaire set. En deze is nog helemaal operationeel. Het kan op lichtnet werken. Het kan op accu werken. En complete zender, complete ontvanger. En ja, met een energie van een watt of 20, dus het is echt een serieuze set. Ik ga me melden. Hoe weet Londen dat jij het bent? Vaste beginletters. Je kunt natuurlijk wel antennes binnenshuis ophangen, maar dan is het effect ook stukken minder. En je moest wel betrouwbare verbinding met Engeland hebben natuurlijk. Want er hing heel veel van af. En je kon je uitzendingen natuurlijk niet eindeloos herhalen. Want die Duitsers die waren niet op hun achterhoofd gevallen. En op het moment dat je je seinsleutel indrukt, op dat moment ben je te peilen. En hoe langer of dat duurt, hoe groter de kans is dat je gepakt wordt. Vanuit Engeland werden er agenten gestuurd. Die hadden ja, eigenlijk voor het echte geheime werk een te korte opleiding gehad. Dat moest allemaal te snel. En niet altijd waren het ervaren radio-operators. In Nederland en in andere landen, daar zaten een hele bosse zendamateurs die hun activiteiten niet meer konden uitrichten. En die zijn
door omstandigheden zo wel in dat verzet gerold. Hè. Die werden als hulpje gebruikt, want zij hadden er verstand van hoe je met primitieve apparatuur en onder geïmproviseerde omstandigheden radioverbindingen konden onderhouden. En dat is inderdaad ook in Nederland heel wat centamateurs noodlottig geworden. Nou, dit is een pijlapparaat wat onder je kleding kan verstopt worden. Die doek, daar zit het pijlraam ingebouwd. Dit is de ontvanger. En dat horloge wat hier ligt, dat is de veldsterktemeter. En daar kon dus een agent van de contraspionage langs de huizen stappen of over de galerij van een flatgebouw en precies vaststellen waar het zit. Men had dus ook voor de laatste 100 meter, zeg maar, een pijler die onder de kleding verborgen kon worden. Maar in eerste instantie werd met pijlauto's gewerkt. Wat maakt dat apparaat nou extra leuk? We hebben dit ooit uitgeleend toen aan de makers van de film van Soldaat van Oranje. Die film die speelt zich af in 1943 en dit apparaat is uit 1959. Maar ja, daar maken filmmakers zich niet druk om, heb ik begrepen. Nou, dat is de feitelijke ontvanger. En die staven die je erbij ziet, dat is het complete spoelblok. Daar kon je met een soort bajonetsluiting uitwisselen. En dat is spoelblok en afstemschaal in één. Dat was heel vernuftig gemaakt hoor. Een bekend verhaal van een station, een illegaal station in Den Haag. Die gingen zitten op een kruising bij de Boekhorststraat, waar allerlei tramlijnen bij elkaar komen. En dat hadden ze met opzet gedaan, omdat die tramlijnen die verstoren die peilingen. En zij konden dan vanuit dat hoge gebouw activiteiten zien. En in de oorlog vielen auto's natuurlijk per definitie al op. Dus dan konden ze nog gauw benen maken. Maar ja, het ging wel eens wat minder. Dat is het pijlraam. Dat werd op je rug gespeld. Daar ging je jas overheen, daar zag je niks. En door een beetje te wulpsen zo met je lichaam kon je precies peilen uit welke richting het signaal kwam. Dat moet je natuurlijk wel. Daar moet je in geoefend zijn. Hè? Dat, als je dat de eerste keer loopt, dan gaat dat niet zo best. Maar als je dat een beetje redelijk kunt brengen, ja, en geen 10 keer langs zo'n huis lopen, dat is ook niet slim. Ik bedoel, we kijken daar natuurlijk heel meewarig naar zo'n apparaat. Dat is toch maar een primitief ding. Maar als je in die tijd met zo'n apparaat werd aangetroffen, er was geen discussie meer mogelijk. Hè? De uitkomst stond vast. En ja, dat is toch heel bizar als je dat bedenkt. De doodstraf. Ja. Nou, dit apparaat is zo verschrikkelijk lelijk dat het al bijna weer mooi is. Maar dit is een stoorzender die in de oorlog gebruikt werd om de uitzendingen van de BBC te verstoren. En dit apparaat heeft op Radio Kootwijk gestaan en is waarschijnlijk ook door personeel van Radio Kootwijk gebouwd. Heel primitief, maar goed, de enige taak was om die uitzendingen onverstaanbaar te maken. In dat apparaat horen radiobuizen, 4 stuks, maar die heeft men eruit gehaald en 1 van die buizen hebben we als model erop gelegd. Maar dus 4 van deze knapen hebben in deze zender gestaan. Het zijn eigenlijk 2 zenders, dit is 1 zender en dit de andere zender. En die worden door dit gemeenschappelijke mechaniek, wordt de frequentie gewobbeld waarmee dan die over de frequentie van Radio Oranje of de BBC heen en weer ging. Dus toch ook Radio Oranje? Ja, maar we hebben onze bedenking hierbij.
Want deze zender die zond uit in de korte golf op 25 meter band. En als het waar is dat hij op Radio Kootwijk heeft gestaan, dan zal hij daar niet zoveel uitgericht hebben. En het enige wat wij kunnen bedenken is dat hij bijvoorbeeld bedoeld geweest is om de uitzendingen van de BBC te storen in Midden-Frankrijk en in Midden-Duitsland en in Denemarken. Want daar komt dat signaal weer dan op de grond. Hè? Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, let's all get the hoop. Run, he used the hoop. Come in and house, under the gun. Rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Nou, we zien hier een verzameling van wat wij noemen zogenaamde Radio Oranje ontvangertjes. In 1942, 1943 moesten we in Nederland alle radio's inleveren. De bezetter die wilde niet dat we het Engelse nieuws hoorden. Die hadden het nieuws dat ze niet aanstond. En eigenwijze amateurs die gingen toen zelf hele primitieve radiootjes maken. Die vast afgestemd waren op de BBC. En waar ze dan op gezette tijden toch dat nieuws konden horen wat ze zo graag wilden horen. En er zijn hele bizarre constructies bij. Hier zie je zo'n primitief ding. En daar heeft de man in kwestie aan die draadjes paperclipsen gezet. En dan werden die mee aan platte batterijen geschoven. He, die batterijen kennen we ook al niet meer, maar we hadden vroeger van die 4,5 volt batterijen met van die grote koperen lippen. En daar werd dit aangeschoven. En in tijd van spanning, dan kon de buis eruit. En dan had je alleen nog maar dit te verstoppen. Nou, dat wil nog wel een keer lukken. En die radiobuis of radiolampen, die mocht je gewoon hebben, want het hebben van bijvoorbeeld een versterker was niet verboden. Nou, het is van een hele andere allure. Hier zit ook een voedingstransformator in, hè. Die kon op lichtnetwerken als dat voorhanden was. En hier zitten dus radiobuisjes in die toen experimenteel waren bij Philips. Dus dat moet echt op het lab achterover gedrukt zijn. Het zat niet in normale radio's. Nou, dit is een Poolse spionageset uit de oorlog. De Polen hadden in Londen een enorm contingent mensen ondergebracht. Die hadden een eigen brigade, een eigen squadron, een eigen geheime dienst. En die maakten ook hun eigen spullen. En er is dit een exemplaar van de BP-3, wat een vrij krachtige zender had en die nogal populair was. Helaas is de kast weg. En wat hiernaast staat, dat is een deel van het Duitse spionageset. Alleen maar het ontvangen deel, de rest hebben we helaas niet. Wat wel grappig is, dat ondanks dat het een Duits apparaat is, daar Engelse opschriften op staan. Dat was natuurlijk heel slim, want als je in Londen aangetroffen of in Engeland aangetroffen werd met een apparaat met Duitse opschriften, ja, dan viel je al gelijk door de mand natuurlijk. Dus men had er Engelse opschriften opgezet. En nog gekker, we hebben hier een camera van Russische afkomst, die kan onder je jas verstopt worden. Dat mechanisme komt in je jaszak. En de lens die zit verstopt in een knoop. En daar hoort nog een heel kistje bij met verschillende knopen. Dus je kunt de knoop zoeken van de jas die het beste erbij past. En als je dan met iemand staat te praten of een object ziet, dan maakt hij zo even snel een foto. Nou, dit is een ontvangertje van het radionet van de
OD van de ordendienst. We hadden in Nederland een geheime dienst, de OD. Dat net is hoofdzakelijk bemand door radiocentamateurs. En er is een amateur in Oosterbeek geweest, meneer Laurens, Jan Laurens. En die heeft in zijn eentje al 34 van deze ontvangertjes gebouwd die over het hele land verspreid stonden en waar alle grote steden radioverbinding met elkaar hadden. Ik kreeg eens ooit van een oude centamateur uit Den Haag, Joop Ketting, deze delen nog. En dat waren de delen van het Haagse station OD13, ordendienst 13. En dit is de golfmeter waarmee de zender op de frequentie gehouden werd. En hier de seinsleutel. En die seinsleutel hebben ze op dik vilt geplakt. Want dat seinen dat mocht ook akoestisch niet zo hard klinken. Want ook de buren waren niet te vertrouwen. En waar de rest gebleven is, Joop wist het niet meer, want dat had na de oorlog geen waarde en dat, ja, dat smolt weg of is voor andere doeleinden gebruikt. Er werden via die zenders van die BBC werden ook gecodeerde boodschappen uitgezonden waar je geen hout van begreep, hè, van die berichten van de rapen zijn gaar of Jan komt vanavond niet thuis eten. En voor verzetsgroepen was dat een codebericht waarmee ze doorkregen dat ze een bepaalde actie moesten starten. En deze ontvangertjes die hadden het grote voordeel dat ze ook onafhankelijk van het lichtnet konden werken. En zodat je dus ten alle tijde die berichten kon ontvangen. Want op een gegeven moment hadden we niet altijd meer elektriciteit beschikbaar. Nou, je zal het niet geloven, maar dit is een stoommachine van de Engelse geheime dienst. Daar zit een generator aangekoppeld en daar kun je bijvoorbeeld accu's mee laden. Accu's om, waar je een spionageset op kunt laten draaien. En het lijkt natuurlijk belachelijk om daar een stoommachine voor te nemen, maar het is zo slim als wat. Want hier, het enige wat je hiervoor nodig hebt is water. Nou, dus behalve in de woestijn, maar dat is overal te vinden. En brandstof. En wat voor brandstof dat is, maakt niet uit of het nou hout is of turf of kamelenstront. Alles wat wil branden is goed. En in oorlogstijd is brandstof, diesel of benzine, is verschrikkelijk schaars. Of op de bon. Ja, en hout en zo niet. In de oorlog daar werd West-Europa volgepompt met geheimagenten. Franse, Duitse, Belgische, Nederlandse, Deense, Zweedse, noem maar op. En dat werden er duizenden die allemaal met zendertjes daar bezig waren. En men kwam in Engeland gewoon in de problemen om al dat radioverkeer te beluisteren, zeg maar. Om al die berichten op te nemen van die lieden. Nou, men heeft in Amerika toenmalige communicatieontvangers gekocht, de National HRO. Was een standaard ontvanger, wel een hele goede. En die werden bij allerlei vrijwilligers, met name radiocentamateurs, thuis gezet. En die kregen de opdracht om met die ontvangers die berichten van die bepaalde agenten op te nemen. Ze hadden daar geen enkele inzicht in, hè, want die berichten waren gecodeerd. Dus, als ze dat opgeschreven hadden, dan gaven ze dat door aan de dienst en daar werd het verder verwerkt. Dit is het klapstuk van onze tentoonstelling. De Enigma codeer- en decodeermachine. En we hebben er nog liefst drie op een rij. Drie verschillende types. Dus daar zijn we best een beetje trots op. We hebben er ook gelijk angst van. Want we durven dit geen uur langer in de tentoonstelling te laten staan dan beslist noodzakelijk is. Maar we zijn er wel heel blij mee.
We hebben hier deze machine, dat is een handelsmachine. Want eigenlijk is de Enigma en al zijn voorgangers is in de eerste plaats bedacht om berichten van wat we nu noemen multinationals te kunnen coderen. Aanvankelijk gingen vroeger de berichten per telegraafkantoor. En op ieder telegraafkantoor konden de telegrafisten meeluisteren. Dat vonden men natuurlijk helemaal niet leuk. Dus er is een slimme jongen op het idee gekomen om een machine te maken waar je dat heel makkelijk mee kon coderen en ook weer heel makkelijk kon decoderen. En de nazi's die hebben daar het grote gemak van ingezien. Die hebben die machine in hun bewapening opgenomen. Hij is nog wel wat ingewikkelder gemaakt. Ze hebben aan de voorkant hier een extra boord met stekers gemaakt, het stekkerbret, waarbij de code nog eens helemaal door elkaar geklutseld werd en het nog moeilijker maakt. Je kon hier die instellingen van dit stekkerbret en de instelling van de walsen, dat was van belang. Dat was het uitgangspunt. En als je dan klare taal in ging toetsen, dan kwam die in het lampenveld kwam de gecodeerde bericht eruit. En omgekeerd, als je dat gecodeerde bericht weer intoetste, dan kwam in het lampenveld de klare taal er weer uit. Vooropgesteld dat die walsen dus en die stekkers allemaal in dezelfde positie zaten. Nou, ik zei al, die Engelsen was er alles aan gelegen om te weten te komen wat er natuurlijk in dat verkeer gebeurde. En men heeft daar het enorme belang van ingezien. En daar is een enorm decodeercentrum opgebouwd op een landgoed, Bletchley Park. En dat gebouw dat was al gauw niet groot genoeg. Dus dat hele landgoed dat is volgezet met van die nissenhutten. En daar op het hoogtepunt heeft daar zo'n 12.000 man is daar dag in dag uit mee bezig geweest om die code te kraken. Meet again. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far. Je ziet in allerlei geromantiseerde verhalen van films over Enigma, dan zie je de geallieerden jacht maken op zo'n machine. Daar maakten ze helemaal geen jacht op, want hoe die machine werkte, dat wist iedereen, dat was helemaal geen punt. Het ging erom, ze moesten de codeboeken te pakken krijgen, hè? Van op welk dag en op welk uur werd welke instelling gebruikt. Dat was van belang. En bovendien, er waren nog meer gegevens met de schepen. Als die, met name de U-boten, als die boven water kwamen, dan konden ze een code uitzenden waarmee vastgelegd werd op welke plek van de oceaan ze zich bevonden. Daar hangt een kaart van. En als ze dan opgeven, ik zit in AB33, ja, dan moet je wel weten wat AB33 is, anders weet je nog niks. Nou, dat soort gegevens, daar werd natuurlijk jacht op gemaakt. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. De Engelsen is het gelukt om ten koste van inspanningen die alle voorstellingen te boven gegaan, om die code te breken. Men heeft daar zelfs een... Het woord bestond in die tijd nog niet, maar de oervorm van een computer gemaakt. Helemaal met radiobuizen. En daar kon men zeg maar kansberekeningen doen. Ook naar huidige maatstaven heel primitief, maar voor die tijd was het een unicum. En daarmee is het dus gelukt in een heel aantal gevallen die code te breken. En er is in oorlogstijd natuurlijk niks mooier dan dat je weet wat de vijand van plan is. Overigens stelt je dat voor andere problemen, want dan mag je weer niet laten blijken dat je het weet. En een heel bekend voorbeeld daarvan is het bombardement van Coventry. De Duitsers die wilden Coventry bombarderen. Daar hebben ze zelfs een werkwoord van gemaakt. Als ze iets compleet
wilden vernietigen, dan gingen ze het Coventrieren. En de Engelsen wisten dat het eraan kwam. En Churchill kon niks doen. Althans, als ze de stad zouden ontruimen, ja, dan lag het hele geheim lag op straat. Let us therefore brace ourselves to our duty. And so bear ourselves that if the British Empire and its commonwealths last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Het heeft een hele belangrijke invloed erop gehad. Want met name die U-boten, Churchill heeft ook wel eens gezegd, ik ben nergens bang voor geweest, alleen daarvoor. Want daar hing de hele bevoorrading van Engeland en West-Europa vanaf. En als je de aantallen ziet van tonnen die daar vernietigd zijn, dat is met geen 10 pennen te beschrijven. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe. When the lights go on again, all over the world, and the ship... Dit is de zogenaamde geheimschrijver. En die werd volgens de overlevering op het allerhoogste niveau in de Duitse hiërarchie gebruikt. Denk bij rechtstreeks contacten van Hitler met zijn generaals of op het allerhoogste niveau werd deze machine gebruikt. But I know we'll meet again some sunny En het heeft niet zo'n mythe om zich heen als de Enigma. Daar is natuurlijk zoveel over geschreven en films gemaakt en van alles mee gedaan. Dat iedereen daar wel van af weet. De geheimschrijver is wat dat betreft veel minder bekend. Dus die beantwoordt helemaal aan zijn gedoe. Helemaal geheim. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know when. Don't know when. Some.